Bureau Bart. RN7. De boeiendste verhalen. Achter de mooiste boeken. Iedere vrijdag. In Hoofdstuk Hoordijk. Mocht je de hoofdstukken nog eens een keer terug willen lezen of terug willen zien. We plaatsen het ook wekelijks op YouTube. Ga naar de website van RN7. Ja. YouTube-pagina van RN7 bedoel ik. En daar vind je ons in ieder geval in volle glorie nog eens een keertje terug. Ja, kun je zien hoe we eruit zien. Ja, leuk is dat, hè? Ja. Iedere week weer een nieuwe jurk aan. Ja, je bent nou heel erg fleurig gekleed. Ja, maar dat ben ik sowieso eigenlijk altijd wel. Fleurig type? Ja. Ja, toch? Ja, dat weet ik niet. Zit in het soort, denk ik. Heb je ook een fleurig boek meegenomen vandaag? Nou, best wel, denk ik. Het is in ieder geval een heel divers boek. Het was eigenlijk het enige boek wat ik deze week kon bespreken. Want de hele reden dat ik hier vandaag ben en niet morgen zoals normaal gesproken is. Omdat ik dus inderdaad morgen bij koffietijd zit. Vanavond zit ik al bij het Oog op Morgen op Radio 1. En dat is alles rondom de Boekenweek voor jongeren. En die begint morgen. En daar hoort een Boekenweekgeschenk bij. En ja, zodra er boeken gratis op te halen zijn. Hey, dan ben ik de eerste die ze promoot. Dus, daar komt heel Nederland, die staat op. Het is gratis. Ja, nou ja, maar hey, het is een mooie manier om kennis te maken met dingen. Gratis is, ik hou er ook van, wie niet? Ja, toch? Ja. Maar goed, het is een mooie manier om nou kennis te maken met een heel mooi boek. Nou, het is een bundel. Het ziet eruit als een schrift. Het is echt mooi vormgegeven. Echt gewoon zo'n schrift als je op de middelbare school had. En ieder verhaal begint ook echt met een prachtige afbeelding van een illustrator. En dit boekje, dit is nou al een paar jaar achter elkaar uitgegeven. En hierin zijn altijd drie auteurs die echt aanspreken bij jongeren. Want daar draait het om, want jongeren beginnen natuurlijk. Ik weet niet of jij je boekenlijst nog kunt herinneren op de middelbare school, maar die heb ik heel ver weggestopt. Dat hebben de meesten. Want dat is gewoon voor heel veel leerlingen toch wel een beetje een ding. Dat verplichte lezen en daar hebben ze niet per se zin in. En docenten doen echt hun best om leuke titels aan te reiken. Maar op de een of andere manier is het altijd weer het gouden ei wat het populairste boek is. Terwijl er echt heel veel meer leuks is dan dat. Ik weet wel, ik moest me door één vlucht regenwulp of zo heen werken. Oh, verschrikkelijk boek. Gebruik ik altijd als voorbeeld, waar ik ook niet doorheen kan. Sorry Maarten. Ik ben 15 jaar, moet ik dit gaan lezen allemaal? Ja, nou weet je, en daar zit dus ook wel, weet je, er zit ook wel een hupje in. Je moet leerlingen die daar nog niet zijn, moet je gewoon even bij de hand pakken en even meenemen. En dat is het mooie aan dit boek, want er zitten dus drie verhalen in. Eentje van Margie Woodrow. Margie Woodrow schrijft thrillers. Echt gewoon lekkere thrillers, maar dan echt voor jongeren van een jaar of 15, 16. Joost Klein, de meesten zullen hem kennen als de rapper Joost. Hij heeft Lowlands plat gespeeld. Hij heeft Pukkelpop, echt het hoofdpodium, echt gewoon helemaal finaal plat gespeeld. Hij was afgelopen dinsdag ook bij De Wereld Draait Door erover te vertellen. En die jongen die schrijft dus ook. Hij heeft net zijn eerste bundeltje uitgebracht. En hierin mocht hij dus ook een verhaal schrijven. Maar je hebt ook het meer literaire wat erin zit. Want op een gegeven moment wil je leerlingen ook die kant op krijgen. En dan heb je Karin Amatmoukrim. En zij is vooral bekend van het gym. En dat is echt een leuk literair boek. Wat zowel voor jongeren, maar ook gewoon voor ons echt heel interessant is. Trouwens, sowieso, als jij jongerenboeken wil lezen of jeugdboeken en je bent 50, weet je, be my guest. Ik zal je niet tegenhouden. Maar dit boek richt zich dus echt op dat leesplezier bij de jongeren. En dat verhaal van Margie bijvoorbeeld, dat gaat over een middelbare school. Over drie leerlingen die filmpjes maken en dan ook echt monteren, photoshoppen van docenten. En dan op een gegeven moment monteren ze de hoofden van twee docenten in een soort van porno-setting-achtige sfeer. Ja. Nou, je kunt je misschien voorstellen, dat gaat de hele school rond. Maar een van die meisjes krijgt een beetje gewetensvroeging. Ik had zoiets kunnen doen vroeger. Ja? Ja, dat is wat gekkigheid. Dat was echt iets was aan mij besteed, hoor. Nou, ik geloof, ik ben heel creatief, maar dat soort creativiteit bezit ik geloof ik niet. We hadden geen première dingetjes en geen bewerkingsprogramma's. En dat was misschien als dat er was, beter ook? Nee, ik moest doen met een oude bandrecorder. Dus mijn gekkigheid ging op mijn bandrecorder. Oh ja, maar met geluid. Jij bent een radioman. Ja. Ja, dan krijg je dat, hè. Maar vertel, ik ontbreek je in ieder geval. En Joost Klein,
Die heeft een verhaal geschreven dat hij met twee vrienden naar Berlijn is. Naar een club waar ze uitgaan en zuipen. En dan gaat een vrouw op zijn knieën die hem wil pijpen. En hij wil dat dan ook weer niet. En echt gewoon het soort Berlijn wat ik normaal gesproken niet zie, zeg maar. Maar ook dat is Berlijn. Ook dat is Berlijn, ja. Ja, nou ja, dat, ik loop meestal de musea af en dan gebeuren zulke dingen niet. En je hebt het verhaal van Karen Ahmad-Mukrim. En dat is een heel mooi verhaal over een meisje wiens ouders gaan scheiden. En op die manier belandt ze in een klein dorp. En moet ze echt opnieuw starten op een middelbare school. En dan wordt dat meisje ook nog eens een keer verliefd op dat ene mysterieuze meisje. Wat zij echt helemaal fantastisch vindt. En dan laat zij een geschreven boodschap achter voor dat meisje. En dat is dus het meer literaire werk in deze bundel. En dat is echt heel leuk. Gewoon doordat je dus van drie hele verschillende mensen dit meekrijgt, kun je dus een beetje proeven ook van, nou, wat vind ik nou leuk om te lezen? En dat mag dus van alles zijn. En dat blijkt wel uit dit boekje. Nou, en wat is nou het allerfijnste? Scholieren. Sommige scholieren krijgen dit boekje gewoon op school van hun docenten. Maar bibliotheken die eraan meedoen, kun je ze lekker gratis krijgen. Boekhandels kun je ze krijgen. Dus dit is er zo eentje van, ga hem halen. Lekker meenemen, onderuit zakken op de bank. Ja. Herfstavondje, ja. Kopje thee erbij, ja. En gewoon lekker genieten. En ik ga ze morgen ontmoeten. Morgen is de uitreiking voor het beste boek voor jongeren. Dus ik ga ze morgen alle drie ontmoeten. En ik vind dat leuk.